Personen die deel willen nemen aan de Clark Accord Soriu Talenti schrijfwedstrijd kunnen tot 15 april hun verhaal mailen naar de Clark Accord Foundation. Deze schrijfwedstrijd wordt sinds 2012 gehouden om de legacy van Clark Accord in leven te houden. Helga Fredison, PR officer van de Clark Accord Foundation, zegt dat de organisatie bepaalde eisen stelt zodat er kwalitatieve verhalen worden ingezonden. Fredison hoopt dat minstens 12 personen zich aanmelden voor de schrijfwedstrijd. Schrijf, dan wil je iets vertellen. En als je iets vertelt, dan moet het een goed verhaal zijn. En zo min mogelijk fouten, grammaticale fouten, en de lijn moet goed zijn. 3000 woorden. Het kan een fictie zijn, een drama, een poëzie, een non-fictie of een science fiction. Nou. De eerste prijs krijgt 5000 SZD, de tweede 2500 en nummer 3 1500. 1, 2 en 3 krijgen bovendien een coach en een pakket boeken. Alle deelnemers krijgen een certificaat en we zijn ook bezig sponsoring te zoeken zodat wij ook voor nummer 4 tot bijvoorbeeld 12 ook nog wel een prijs kunnen geven, een aanmoedigingsprijs. Oké, en tot wanneer kan men zich registreren om mee te doen met deze schrijverstrijd? Tot 15 april, omdat de uitslag op de sterrendag van Clark Accord tot 11 mei aanstaande bekendgemaakt zal worden. Trouwens, op 6 maart zal hij ook nog 60 jaar oud zijn, of oud worden. En dit is dan onze eerste lustrum, Soriu Talenti schrijfwedstrijd. Dus reden genoeg om er een extra tintje aan te geven. Fredison zegt dat het de bedoeling is dat de schrijvers deelnemen aan een workshop nadat ze hun verhaal hebben ingezonden. Daarna zullen de winnaars bekend worden gemaakt. Worden die stukken door ons of door de jury beoordeeld qua kwaliteit, dan wordt er daaruit een selectie gemaakt. Maar de mensen die echt meedoen, die krijgen een workshop. Dan gaan ze hun stuk herstellen of bijwerken dan. Mm-hmm. En dan mogen ze dat nog even indienen. Maar dan hebben we de stukken al gelezen. Dus we hebben al een idee van wie in de top 3 komt. Dat was Helga Fredison, PR-officer van de Clark Accord Foundation.